echt helemaal fantastisch. Maar we gaan naar de zon. Hier, we gaan vliegen. Zo, het voelde helemaal raar om uit huis te gaan s'avonds. Zo, ik heb het gordijn open gedaan, zodat het goed licht is. Hi allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Hallo allemaal. Maukie, wat heb je nou in je neus hangen? Och, ze komt net van buiten. Ze heeft al de tuin mee. Nou, dat is een beetje overdreven. Wat heb je nou in je neus hangen? Maukie en ik zijn met z'n tweetjes thuis. Want Sven is met Olivia bij zijn ouders. Ik heb een sportkleding aan, zoals je ziet. Het is super lekker weer. Dus ik heb een korte broek aangetrokken. Ik zit onder de muggenbeten. Hier een gigantische op mijn bovenbeen. En twee op mijn enkels. En één op mijn rug. En ik had er zelfs één hier. Maar die is gelukkig een beetje aan het wegtrekken. Nou, en één op mijn arm. En ze jeuken echt gigantisch. Terwijl ze zijn van zaterdag van het golfkijken bij Sven. Toen stonden we in het bos. En er waren nogal veel muggen. Gelukkig is Olivia niet geprikt volgens mij. Maar in ieder geval ik wel. Normaal gesproken zijn muggenbulten altijd binnen een dag weg. Of binnen een nacht weg bij mij. Maar deze blijven hardnekkig zitten. Ondanks dat ik niet krap. Maar goed, als dat mijn ergste probleem is. Hè? Mijn andere erge probleem is dat ik mijn eigen horloge niet heb opgeladen. Sven's horloge niet is opgeladen. Dus dat ik geen timer heb. Ik heb geen zin voor het hardlopen. Ik ga hardlopen, heb ik dat al gezegd? Jeetje, mijn hoofd. Dus ik ga zonder timer. Lekker genieten. En meestal gebruik ik de timer om niet te lang achter elkaar te lopen. Omdat ik natuurlijk aan het opbouwen ben sinds mijn bevalling. Maar nu ga ik dat maar gewoon op gevoel doen. En ik denk ook dat ik best wel goed weer ben hersteld. Dus gewoon maar voelen en gaan. Ik zie jullie zo. Het hardlopen. Dat zegt Sven altijd. Het hardlopen ging conditioneel echt zo slecht, maar ik heb wel echt genoten. Dus ik was eigenlijk echt super trots op mezelf. Maar ik denk dat ik stukjes echt in 2 minuten niet eens gehaald heb. Maar toen moest ik alweer wandelen. Maar het is natuurlijk ook super benauwd buiten. En op de een of andere manier kreeg ik helemaal niet mijn ademhaling onder controle. En had ik echt het gevoel dat ik geen lucht kreeg. Maukie wil naar binnen en het regent. Ik sta hier met Olivia, die zit in de wipstoel, maar ze heeft nogal een handje van naar voren kiepen, dus ik blijf hier staan. Maar Sven en Olivia zijn dus ook thuis. En Maukie nu ook. En Sven heeft eten gemaakt, koude wraps. En Olivia trekt hoe heet dat? Ding van de wipstoel tegen de neus. We hebben haar hier even in. We wisselen een beetje af, want dat stoeltje is eigenlijk nog niet echt heel goed, omdat ze nog niet echt zelf rechtop kan zitten. Dus we dachten, we wisselen een beetje af met de wipstoel. Maar die trekt ze dus helemaal tegen de voorhoofd aan. Maar goed, hè? Het is wat het is. Zo, Rappy. Dat is lang geleden, koude wraps eten. Heel lang geleden. Wat wil jij? Dat is mijn glas. Oh, je wilt niet. Die zit hier in een stukje maïspuff. Kijk. Wel ja, alsjeblieft. Voordat we doorgaan naar dinsdag, eerst even een stukje dat we eerder hebben opgenomen. Oké, jongens, heel eerlijk. Ik wilde eigenlijk geen samenwerkingen meer aangaan. Totdat ik de vraag kreeg, Marloes, wil jij een vloerreiniger testen? En ik dacht echt van, nee, vloerreiniger, hoezo? En toen werd het me uitgelegd en ik dacht, dit is te mooi om waar te zijn. Ik voel me nu net zo'n telcelmevrouw. Geloof me, dit is 100% oprecht, want dit ding heeft mijn leven zoveel makkelijker gemaakt. Ik ga het je uitleggen. Het is dus een vloerreiniger geschikt voor harde vloeren. En hij veegt dus alle kleine dingetjes, ruimt hij op, hij dweilt en hij maakt het ook nog eens droog. In één keer. Er zitten hier 2 reservoirtjes in. Hier doe ik water in. Ik heb er lauw warm water in, want ik heb zoiets als, vind ik fijner dan koud water. En dan gaat hij dus, ik ga het je zo laten zien. Het is echt ongelooflijk. Ik heb net al zeg maar de vloer gedaan voor een deel. En hier zit dus het vieze water in, moet je zien. Maar wat ik dus heel fijn vind, normaal gesproken met een emmer, dan gebruik je dus dit vieze water om je vloer weer schoon te maken. Terwijl dat dus eigenlijk al vies is. Nu gebruik je letterlijk alleen maar het schone water en het vieze vangt hij dus op. Verder veegt hij dus, hij zuigt niet, waardoor je niet alle stoffen zeg maar in het rond hebt vliegen. Wat ik heel fijn vind, want ik had vroeger een allergie voor stof en ik merk dat dat nog steeds er wel een beetje in zit. Dus ja, je hebt geen stof wat rondvliegt, dus ik heb totaal geen last van mijn allergie. Dus het ideaal ook voor mensen met huisstofmijtallergie of bijvoorbeeld met luchtwegaandoeningen. Oké, we gaan het nog even meer telcelachtig maken. Ik heb hier koffie neergelegd en hier ga ik melk neerleggen. We hebben dit net ook al voor Instagram gedaan. Echt, dit is zo heerlijk. Oké, wat ik straks ga doen is hem aanzetten en dan hoor je ook dat hij stiller is dan een normale stofzuiger. Wat ik heel fijn vind, want Olivia wordt vaak wakker van de normale stofzuiger. En dan ga ik dus over dat koffie en melk en dan kijk je wat er gebeurt, oké? Er zit dus een botertje in. Kijk nou. Oh, er ligt nog een klein beetje koffie, maar dan kan je gewoon nog één keer heen en weer. En het is gewoon weg. Nou. En het is dus niet al, jij moet ook lachen, jij hebt het nog niet gezien. Nee. Maar het is dus niet alleen nu geveegd, maar ook gedwijld en weer droog gemaakt. Ik moet zeggen, het is niet kurkdroog, maar wel voor zeg maar 90% droog. En het droogt echt super snel dan op. Oké, ik heb je dus al laten zien, het water, het vieze water zit hier onderin en de koffie, dit is echt mooi jongens, als je deze dus open doet, dan heeft hij hier alle dingetjes, er zitten dus ook haartjes en stofjes van de kamer die ik al heb gedaan en de koffie zit gewoon hierin, dus dit kan je er zo uithalen en dat kan je gewoon weggooien, dus echt, ja, ik vind het geniaal. Nogmaals, het lijkt echt heel gemaakt, maar ik ben gewoon oprecht heel enthousiast. Ik vind het dus ook echt ideaal voor bijvoorbeeld de badkamer, want daar liggen altijd al mijn haren. Maar je kan ook gewoon ermee dweilen, zeg maar. Dus dan is het allemaal in één keer klaar. Hij is super wendbaar, dus als je een rondje maakt, hoep, kan je gewoon weer terug. En hij rijdt dus zelf. Je hoeft er alleen maar achteraan te lopen. Nou jongens, dit is toch ideaal voor de luie huismoeder. En hoe ideaal is het als Olivia heeft gemorst met eten, dat het gewoon hoep, weg is. Wil je ook eens proberen, Sven? Ja, ik ben wel benieuwd, ja. Daar gaat hij hoor. Dit is echt helemaal fantastisch. Je kan gewoon met één hand in je zak, kan je gewoon dus de hele kamer vegen en dweilen. Maar hoe snel is dit dan klaar dan? Ja, de keer zo snel klaar. Ja, maar ik dacht echt van, oh hij gaat nog best wel langzaam. Maar ik had serieus in 5 minuten of zo, had ik nou meer dan de helft van de kamer, echt 3/4 van de kamer gedaan. Ja, normaal ben ik dus aan het stofzuigen. Ja. Dan moet je water maken voor je dweil. Ja. Dan ga je dweilen, dan kun je nergens lopen. Nee. Dus je moet heel strategisch de kamer door. Nou, ja. Ik ben al verder. Dat is niet gemaakt. Nee. Deze vloerreiniger heet dus HiZero en je vindt meer informatie op hun Instagram HiZero_NL of op hun website www.hizero.nl. Ze waren ook nog zo lief om even een kortingscode voor jullie aan te maken. Je krijgt 10% korting met de code OPTIMAVITA. Goedemorgen, het is dinsdag. Het is dinsdag. En het is 7:45. Dat betekent dat mijn vrouw alweer bijna 2 uur wakker is. Ze was 5 over 6, 10 over 6? 10 over 6. 10 over 6, was ze wakker. Dus mijn vrouw begint alweer een beetje cranky te worden. Mrs. Cranky Pants. Maar ze moet nog even wakker blijven. Want wij hebben om 10 over 8 een afspraak op het gemeentehuis. Om een paspoort voor haar aan te vragen. Want wij gaan op vakantie over een paar weken naar Mallorca. Mallorca. Ik weet niet helemaal of ik dat al verteld heb, maar we gaan naar de zon. We gaan vliegen. Vliegen. We gaan vliegen. En daar heb jij je eigen paspoort voor nodig. Dus dat gaan we doen. Huh? Ja, en jij moet mee. Ja. Hey. En kijk nou, we hebben een tijdje terug haar eerste pasfoto laten maken. Lijkt je? Jawel hè? Ja, dat ben jij. Hier, dit is helemaal nat. nat gekwijld. Hoe schattig. Paspoort is aangevraagd. Mijn vrouw ligt even hier. Ze heeft net een slaapje gedaan. En ik ben een fruithapje voor haar aan het maken. Ik had een hele kleine peer, dus ik dacht ik doe er gewoon een mandarijn bij. En dan gaan we blenderen. Soms als het dan heel waterig is, dan doe ik er even een lepeltje rijstbloem doorheen. Zodat het iets meer bindt. En anders geef ik het gewoon zo. Kijk, we hebben peer met mandarijn vandaag. Ik denk dat jij dit wel lekker vindt. Is dat lekker? Mm. Ja, je hoeft niet naar voren. Mama komt wel naar jou. Ik had net een call waar ik bij moest zijn. Oh, mijn batterij is bijna op. Maar... dat is toch niet ideaal hoor, op je mamadag. Ik had al aangegeven dat Olivia erbij zou zijn. Maar nee, dat is niet ideaal. Ik moest op jou letten en op de mensen letten. Nee, dat ging niet. En nu heeft Olivia bedacht dat ze niet meer wil slapen. Nu was hij echt op, maar ze wil dus niet meer slapen. Terwijl het duurt nog heel lang voordat je naar bedje gaat. Het is nu 4:45. En ik dacht ik leg haar om 4:30 nog even op bed. Dan kan ze mooi nog even een dutje doen. Maar nee, dat ging niet. Hè? Dat wilde jij niet. Ja, maar je was om 4:45 al wakker. Dus dat wordt me wat. Dat wordt me wat, meisje. En ik heb sportkleding aangetrokken. Want ik ga vanavond eens een lesje proberen bij de sportschool. Er is om 7:00 een hit bootcamp-achtige les binnen. Ik zeg dat omdat bootcamp meestal buiten is. Maar van een half uur. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me perfect om mee te beginnen. En ik ben nooit zo'n avondsporter. Maar 7:00 is dan wel chill. En duurt een half uurtje. Dus van 7 tot 7:30. Dus dat lijkt me wel ideaal. Maar dan gaat papa jou dus naar bed brengen. Al denk ik nu dat jij om 6:15, 6:30 al wel ligt te slapen. Hè? Want jij redt dat nooit. Nee. Jij gaat straks omvallen. Oh, ze rolde trouwens net van haar buik naar haar rug. Dat had ze nog nooit gedaan. Je gaat als een speer, madame. Ja. Nou, dan gaan we maar eten, hè. Ja, eten. 5:00. Meestal ergens tussen 5 en 6 of zo gaat Olivia warm eten. Of soms doen we 's middags warm eten en dan krijgt ze dan een broodje. Ze eet nu... wat is dit? Broccoli met aardappel. En ik heb even een wit visje erbij gebakken. Dat wit visje is net gebakken. Die broccoli en die aardappel die had ik in de vriezer zitten. En dat gaat dus door elkaar heen. Maar ze heeft nog nooit wit vis gehad. Dus ik kan ook wel eerst eventjes wat zo geven. Het is nog een beetje warm. Een beetje afkoelen. Kijk eens. Visje. Is dat lekker, visje? Nou, wel prima, hè? Even wennen. De meeste eerste dingen zijn wennen. Maar tot nu toe lust ze eigenlijk alles wel. Wat niet echt een verrassing is voor ons, hè? Nee, je bent een goede eter. Dit heb je van je mama. Mm. Is dat het allerleukste spelletje? Alles op de grond gooien. Ja, die is ook op de grond. Ja, die is ook op de grond. Ja, Sophie ook op de grond. Je hebt er nog één. Wat ga je daarmee doen? Oh. Nou is alles weg. Ja, nou is alles op de grond, ja. Moet mama het nu weer pakken? Ik eet zelf gewoon even super makkelijk. We hadden namelijk gelukkig nog maaltijdsalades in huis. Voor mij en voor Sven. Het is nu 5:30, dan kan ik nu maar even eten, want ik moet om 7:00 dus sporten. En dan wil ik niet te laat van tevoren nog eten. Sven is nog niet thuis, dus die kan gewoon eten als hij thuis is. Ons meisje zit ineens helemaal los. Helemaal los. Zo goed. Het zou nog niet erg als we klein. Nee. Ja, nee, natuurlijk niet. Zo, het voelde helemaal raar om uit huis te gaan 's avonds. Ik doe dat echt bijna nooit meer. Zeker niet om te sporten. Dat is echt heel lang geleden. Maar ik vond het wel heel lekker. Het was zeg maar een soort van hit bootcamp. 30 minuten. En daarna, ik dacht dat het erbij hoorde. Maar er was er dus een buikspierkwartier. Dat buikspierkwartier, ik heb natuurlijk zelf buikspierkwartier gegeven. En dan was ik gewend om gewoon een kwartier zeg maar soort van achter elkaar door te gaan. En hier zat heel veel rust in. Ja, dat hoeft nooit van mij. Dan doe ik liever bijvoorbeeld 7 minuten buikspieren en dan achter elkaar en dan klaar. Weet je, maar om heel veel rust te nemen, dat vind ik altijd een soort van zonde van mijn tijd. Vandaar vind ik zo'n hitles, zo'n bootcamp ook wel leuk. Maar goed. En ik had vooraf een warming-up gedaan. Gewoon wandelen op de loopband met een beetje een hellingshoek. Dus ik dacht dat ik een half uur bezig zou zijn. Maar ik ben dus een uur bezig geweest. Dat is dan wel weer lekker. Ik zou nu even Sven appen. Want die verwachtte mij dus ook eerder. Maar goed. Het is 7:55. Ik ga snel naar huis. Douchen. En dan naar bed. Ik hoop dat ik even goed kan slapen. Goedemorgen. Het is 5:50. En denk even dat ik nu nog in bed lig. We doen even alsof. Doe maar. Tada. Ja. Want ik wilde onze ochtendroutine filmen. Maar mijn camera lag nog beneden. Dus ik ben eerst naar beneden gegaan. Mijn camera pakken. Zo. Ik zie nog wazig. Maar normaal gesproken lig ik dus in bed. En Olivia is wakker. Dat hoorde ik. Dus dan gaat één van ons eruit om Olivia te halen. En die ligt dan vaak te trappelen in bed als ze merkt dat ze eruit mag. Hallo. Ja. Hallo, goedemorgen. Hi. Wil je eruit? En dan nemen we haar mee naar het grote bed, hè? Ja, dan ga je naar het grote bed. Ja, hallo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen, meisje. Hatjoetjes. 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 Ga je mee? Sven is iets minder een ochtendmens dan ik. Nee, papa slaapt nog. Nee, papa is wel wakker. Zo, ik heb het gordijn open gedaan, zodat het goed licht is. Ja, jij bent vrolijk. Dan geef ik jou een Nijntje. Hier is Nijntje. En dan ga ik even een flesje voor je maken. Ja. Kijk eens. Ja, plezier. Dan is het even spelen in het grote bed. Het flesje drinkt ze vaak pas in etappes leeg. Lachen naar papa. Schatje. Zo, dan ga ik even aankleden. Sven en Olivia liggen nog in bed. Zo, ik mag mijn haar straks ook wel even doen. Mijn kleding heb ik vaak al de vorige dag uitgezocht. Maar vaak op het laatste moment pak ik dan toch weer wat anders of zo. Dus echt maar loeslogica. Zo, het wordt warm vandaag. Dus een lekkere, luchtige outfit. Je ziet het al in de spiegel. Rok en een shirtje. En ik heb deze veer in mijn oren gedaan. In de ander wil ik nog even een ander, maar die ligt in de badkamer. Vind je dit op de slaapkamer? Het is nu 7 uur ongeveer. Ze is net haar moeder. Ze vindt rugkriebelen super lekker. Is dat lekker? Doe papa jouw rugje kriebelen? Ja! Oh, wauw. Oh boer. Zo, nu gaan wij Olivia een schone luier aandoen. en aankleden. Haar kleertjes heb ik ook al klaargelegd. Dit zijn trouwens random kleren die hier liggen. Volgens mij moesten die in de was of zo. Zo, we zijn beneden. Olivia kan even spelen. Ik ga even kijken of Maukie naar binnen wil, want haar voerautomaat is al afgegaan. Ja, zie je, dan komt ze. En dan ga ik Olivia's tasje voor de opvang klaarmaken. En daar gaat in onder andere een schoon flesje en een torentje met voeding. Eigenlijk heeft ze er maar 2 nodig, maar ik doe er altijd 3 voor de zekerheid. Vind ik een fijn idee. Ja, Maukie, er zit al voer in je automaat. Als je daar gewoon eens in ging kijken, ja, dan zag je dat je al had. Hoe lang heb je die automaat nou al? Voordat ik trouwens vragen krijg over dit ding. Het heet een Philly met PH. En die heb ik te leen van Anne-Louise, een vriendin van mij. Haar kindjes drinken namelijk geen fles voeding meer. En wat die doet, die doseert dus een schepje. Waar je normaal gesproken een schepje hierin zou doen, voeding. Draai je nu gewoon. Dus vinden wij heel makkelijk. Zo, en dan dit is Olivia's opvangtasje. Heel schattig, haar naam staat er ook op. Super lief. Maar hier zit al haar hoe heet dat? Aero Sleep hoeslaken in. Want ze heeft haar eigen Aero Sleep topper op de opvang, omdat ze op de buik ligt. En hier zit ook een schone romper in. Ik zie nu dat het een lange mouwenromper is. Misschien moeten we daar even een korte mouwenromper van maken. En mevrouw is ontevreden. Maar goed, dat gaat dus allemaal in het tasje. En dan is ze klaar om te gaan. Oh, nog even de opvangspeen. We hebben voor de opvang een speen met haar naam eraan. Dus die moet ook even mee. Nou, vanaf nu is dit meisje altijd een beetje cranky. Rondom de 8, dan wordt ze alweer echt moe. Maar ze kan vanaf 8 uur naar de opvang. Dus ik ga nu bij haar zitten. Ik had bedacht om eerst op mijn werk te ontbijten. Maar ik had het al gemaakt. Overnight oats zit hierin. Dus die ga ik nu maar hier opeten. En gemberthee drinken. Met haar op schoot. Maar dit wil niet meer, hè? Nee. En dan kijken we altijd ontbijtnieuws. Helemaal vergeten verder te filmen, want ik had echt even mijn aandacht bij Olivia nodig. Maar ik denk echt dat ze alweer gewoon doodmoe was. Maar zij kan dan vanaf 8 uur naar de opvang. Dus dan breng ik haar meestal heen. Want dan houd ik de auto waar het kinderzitje in zit. En ik haal haar meestal ook op. En dan rijd ik gelijk door zelf naar mijn werk. Ik zet jullie even op mijn dopperflesje. En dan heb ik vaak om 9 uur mijn eerste cliënt. Vandaag ook. Ik moet echt dit even een keertje schilderen. Maar elke keer schiet het erbij in. En we krijgen waarschijnlijk een andere ruimte hier. Dus elke keer denk ik, ja, die andere ruimte komt er toch al bijna aan. Dus dan neem ik de moeite niet meer om te schilderen. En ik heb hier natuurlijk maar heel weinig cliënten nog. Dus ja, dat. Maar goed, ik ga dus aan het werk. Oh jongens, ik ben niet vooruit te fikken vandaag. Maar ik ben er helemaal oké mee. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben ongesteld geworden. En ja, too much information misschien. Maar het begon heel licht. Dat ik denk, oh chill. Maar het is nu in één keer doorgebroken, zeg maar. Dus mijn energie is echt onder het nulpunt. Mijn productiviteit is onder het nulpunt. Maar it's okay. En dat is lekker nu, dat ik het niet meer zo druk heb. Weet je, eerder had ik dan echt het idee van, ja nee, maar dit moet nog, dat moet nog. En nu kan ik gewoon zeggen, oké, dan doen we vandaag wat minder. En dan doen we dat gewoon morgen. En oh, dat voelt zo fijn. Ik ga nu, het is 4:15. Ik ga even koken voor straks. Ik ga pokeball maken. En daarna Olivia ophalen. Want dan kan ik even helemaal er voor haar zijn. En lekker met haar knuffelen. Ja, Olivia is thuis. We zijn weer aan het oefenen met zelf eten. Dat gaat nog niet helemaal lekker. Maar het gaat wel een stuk beter nu ze echt rechtop zit. Ik wou zeggen, dan verslikt ze zich minder. Maar ik val wel tegen. Maar het gaat wel steeds beter. Zo, Olivia ligt op bed. En wij hebben een pokeball. En vogeltjes die fluiten. En een zonnetje dat schijnt nog steeds. Ook al is het al laat. Lekker hè? Ja. Heel laat. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Dank jullie wel weer voor het kijken jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het helpt me echt super als je een duimpje omhoog wilt drukken. Als je je wilt abonneren op mijn kanaal. Het is helemaal gratis. Of als je een reactie wil achterlaten. Of als je natuurlijk je hele omgeving wilt vertellen over mijn vlogs of over mijn video's. Ja, dat vind ik super fijn. Ik wens je voor nu een hele fijne dag verder. En heel graag tot in de volgende. Doei doei!